De werkzaamheden aan het nieuwe station Europapark zijn afgelopen vrijdag gestart. Het is een hele operatie, want naast het station moet er een tunnel en een fietsenstalling gebouwd worden. De werkzaamheden liggen echter goed op schema. De huidige stand van de werkzaamheden is dat alle oude sporen gesloopt zijn. Oude ballast is verwijderd, nieuwe ballast zijn we aan het uitrijden. De tunnel ligt op zijn plek, de bovenleiding is aangebracht. En we gaan straks beginnen met het aanvullen van de tunnel en aansluitend het aanbrengen van de spoorstaven. Er zijn ook meevallers die de voortgang bevorderen. De voortgang is uitstekend. We lopen over het hele project op schema. En het inschuiven van de tunnel, wat een belangrijk onderdeel voor ons was, is 6 uur sneller gegaan dan dat we oorspronkelijk gepland hadden. Op dit moment zijn er ongeveer 400 tot 500 man per dag bezig aan het project. Er is nog maar 1 klacht geweest en die is direct opgelost. De werkzaamheden gaan tot volgende week maandagochtend door en tot dan kan het verkeer nog hinder verwachten.